we hebben de presidium, ja. Dames en heren, ik wilde snel beginnen, want de bus die staat al klaar. Om 10:00 wilden we vertrekken. Maar belangrijker is natuurlijk gewoon deze afsprakenlijst. Die wordt op dit moment rondgedeeld, want er zijn nog een paar kleine aanpassingen gedaan aan de aanleiding van het presidiumoverleg deze morgen. En de vraag is natuurlijk, ik zie mijn buurman namelijk had al een aantal andere aantekeningen. Ik weet in ieder geval dat van deze zijde er nog een aantal opmerkingen komen, maar misschien ook van anderen. Dus ik wilde per bladzijde vragen of er opmerkingen zijn. En dan beginnen we uiteraard bij bladzijde 1. Wie daarover? Niemand? Dan is bladzijde 1 bij deze vastgesteld. Gaan we naar bladzijde 2. Meneer Wickers. Ja, goedendag. Bij de derde alinea op bladzijde 2, met betrekking tot cassatierechtspraak, had ik de volgende suggestie. Om in de zin, om het zinsdeel nogmaals om op om in te voegen de nodige wijzigingen in hun belastingrecht, in hun belastingprocesrecht aan te brengen om cassatierechtspraak en dan vervolgens in belastingzaken. Dat lijkt mij een uitstekende precisering van wat hier staat. Tenzij anderen daar bezwaar tegen hebben, gaan we dat doen. En dan nog één keer, de nodige wijzigingen in hun belastingprocesrecht aan te brengen. Ja, ja. Om. En dan na cassatierechtspraak in belastingzaken, want op andere gebieden is het al mogelijk. Goed, overige punten, bladzijde 2, meneer Rosaria. Heel kleine opmerking. Paragraaf 4, cedula, een accent. Lijkt op déjà vu, maar cedula met de S heeft een accent aigu nodig op de E. Pagina 2. Nee, er staan speciaal twee schrijfwijzen van het papierment. Maar niet goed, dus dank voor deze aanvulling, die wordt verbeterd. Cedula met een accent. Anderen, bladzijde 2, meneer Wickers. Bij de, wat is het, de kopje onderwijs, de eerste alinea. Stel ik voor om te beginnen met uit het oogpunt van de bevordering van gelijke kansen. Vragen de delegaties. Dan loopt het verder. En dan bij bijvoorbeeld langs elektronische weg. Tussen haakjes, videoconferencing, comma, FaceTime, comma, Skype, etc. En dan vervolgens de laatste volzin. Daarnaast wordt gevraagd de mogelijkheden voor het afleggen van de taaltoets. Want er komt geen nieuwe taaltoets. Er bestaat al een taaltoets. Op de eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk te onderzoeken. Ik zie niemand die hier bezwaar tegen heeft. Dan denk ik dat, nou ja, ik denk dat de tekst, dat jullie dat beter één op één even kunnen doen. Ja. Andere punten op pagina 2? Nee, gaan we naar pagina 3. Ja, mevrouw Heven-Kroes. Voorzitter, ik heb een vraag. De laatste alinea bij het punt van integriteit heeft het over het paper van de Staten-Generaal. Is dat het stuk van de heer Van Laar? Ja. Ja. Oké. Okay. Dat was mijn vraag. Op aanmerking op pagina 3? Nee. Dan gaan we naar pagina 4. Op aanmerkingen pagina 4. Meneer Wicker. Is meneer Herdé. Meneer Sneek, pagina 3 nog even terug. Ja, op pagina 3 bij onderin. De werkgroep zal mede aan de hand van nog door Curaçao en Sint Maarten aan te leveren cijfers met betrekking tot uitstroming. We hadden ook gevraagd als, dus dat, als dat wij van Nederland kan krijgen die cijfers waarover zij ook praten van... Hoeveel mensen hebben we hier die, nou zeggen, in ieder geval in problemen komen? Ja, er zijn wel cijfers over. En hoe stelt u voor de tekst precies te wijzigen? Qua
Misschien door alle landen aan te leveren. Ja, maar wij hebben geen uitstroom. We hebben instroom. Ja, dus ja, dan, dan wordt het instroom. Uitstroom dan wel instroom, hè, moeten we er dan van maken. Dat kan. Ja, zullen we het maar zo doen? Ja. Dus we maken alle landen en dan achteruitstroom dan wel instroom. Meneer Herdé? Bij de instroom gaat het niet om de instroom van alle jongeren. Het gaat om de problematische jongens, de jongeren die in problemen komen. Ja, maar dat staat er toch? Nee, als je instroom, dan heb je het over alle jongeren. Nou ja, maar waarvan de woonplaats in de, niet bekend is... is het gespecificeerd. Ja, oké. Okay. Als ik dat oké mag begrijpen als dat het oké is, dan gaan we naar pagina 4. Waarvan de woonplaats niet bekend is. Waarom? Het wordt in de werkgroep erop gepakt. Oké. Meneer Bikker, pagina 4. Ja, ik wilde in de agendapunten vervolgen. Ik heb voorstellen de aanhangige rijkswetten als specifiek agendapunt. En mag ik dat toelichten? Jazeker. We hebben een brief gestuurd naar aanleiding waarvan wij volgende week mogen bijwonen een behandeling van twee rijkswetten die betrekking hebben op onze eilanden. En we willen in ieder geval dat als specifiek agendapunt wordt geagendeerd, dat wij telkens een vinger aan de pols kunnen houden van wat er eigenlijk aan aanhangige rijkswet is die betrekking hebben op onze eilanden of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat lijkt mij als, uit het oog van het statuut, hebben wij bepaalde bevoegdheden, artikel 17. Dus ik denk dat wij dat in dat verband... Ja, maar eigenlijk is het een verzoek om geïnformeerd te worden door de Nederlandse delegatie over aanhangige rijkswetten. Nee, want u wilt niet per se die wetten bespreken, maar meer geïnformeerd worden. Ja. Kijk ik even naar de Nederlandse delegatie, hoe we dat beste kunnen doen. Ja, voorzitter, dat zou op zich kunnen. Alleen, geeft wel wat lastige verantwoordelijkheden. Volgens mij is er een procedureel verhaal waarbij ook rijkswetten allemaal ter consultatie bij de landen komen. Waarbij dus de griffies worden ingeschakeld. En volgens mij is het contact, net zo goed als er Europese wetgeving is... Waar ik ook niet alles volg, maar waar we een reactie of een waarschuwing krijgen van de Europese griffies. Zegt, luister, dit gaat er behandeld worden. Ik denk dat het verstandig is dat er goed contact is met de verschillende griffies. Om daar de verschillende momenten even neer te leggen. Want dan houden we het formeel, past het binnen de agenda's. Die hebben ook het beste zicht op alles. Om te voorkomen dat Kamerleden wisselen nog wel eens. Dan zou dat heel vervelend zijn als dat dan tussen wal en schip zou vallen. Dus als we het formaliseren... in de weg van de griffie, lijkt mij dat de mooiste, voorzitter. De kaart planning van koninkrijkswetgeving tijdig te wisselen. Ja. Griffier doet het voorstel om op te nemen dat de plenaire griffies van de parlementen verzocht worden tijdig elkaar te informeren. Of nee, ja... elkaar, het is vooral de Nederlandse griffie, de overige griffies te informeren over de voortgang van rijkswetten. Is dat akkoord? Ja, maar ik vind hem ook andersom, want ook de landen hebben een verantwoordelijkheid ter behandeling. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de behandeling op de landen gaat ten aanzien van de voortgang van de behandeling van die rijkswetten. Dan wordt het toch elkaar te informeren over de voortgang en behandeling van rijkswetten. Meneer Bikker. Dan had ik nog een agendapunt. Mogelijk agendapunten, dat is de Rijkswet op het Nederlanderschap. In het voormalige IPCO waren wij als werkgroep aangesteld met betrekking tot een onderzoek naar de taaltoets in artikel 8, die op de eilanden knelt. Maar ik heb het niet teruggezien op deze IPCO-agenda, maar het is wel in het tripartiet besproken. Sint Maarten had voorgesteld om op de eerstvolgende IPCO ook te agenderen. Dus naar aanleiding daarvan willen wij toch wel op de eerstvolgende IPCO even van gedachten overwisselen. Mevrouw Westcutt, ik kan me nou ook voorstellen, ik weet niet of dit namens de Europese delegatie is of dat het uw wens is dat we dit in het presidium terugnemen. Welke wensen er voor de agenda zijn voor de volgende IPCO?
Dus deze wens is genoteerd. Dat doen we dan niet in de afsprakenlijst, maar nemen we mee in het presidium. En dan kijken we of we hem terug laten komen. Mevrouw Lopez. Als ik het goed heb begrepen, is wat de heer Bikker bedoelt, dat we van tevoren weten wanneer het geagendeerd... Wanneer het geagendeerd wordt. Niet alleen het proces, wanneer het... De vorige bed, ja. Ja, ja, even checken. Wanneer het geagendeerd wordt. Het gaat niet alleen dat het aanhangen is, maar op welk moment het bij de Tweede Kamer op agenda staat om behandeld te worden. Ja, dus we krijgen wel informatie dat er een concept ligt. Ja. Ja, maar dat... Het wordt planning en... Ja, oké. Okay. Maar even voor alle duik. Er lopen twee dingen door elkaar. Dit is het vorige punt en dan gaat het over planning ook. Hè? Nou, dat moet er nadrukkelijk bij, want dat snap ik. Je moet gewoon weten wanneer het is. En het punt daarna is een punt voor op het IPCO. En daar is de afspraak dat we dat in het presidium meenemen als een van de onderwerpen die mogelijk aan de orde komen. Maar daar moeten we keuzes in maken. Meneer Bosman. Ja, voorzitter. Mijn excuus als daar niet helemaal alle helderheid in is gegeven in de afspraken die er zijn gemaakt. Ik heb het niet op het netvlies. Maar er is dus een werkgroep. Ik ben best bereid om daarin zitting te nemen. Dat we dan even in de werkgroep, want er is een tripartite overleg geweest. U heeft daar wensen over. Misschien is het handig dat we dat vanuit Nederland dan ook weten. En dat we op die manier even de zaken oppakken. En dan kunnen we altijd nog kijken of het een plenair agendapunt moet zijn. Of dat we het onderhands kunnen regelen. En op die manier even de zaken regelen. Dan ben ik best bereid om daar, als ik uw informatie krijg van het tripartite overleg, om daarin te duiken en daar op terug te koppelen. Maar dan voegen we dat toe. Dan houden we de afspraak dat we kijken binnen het presidium. En dat doen we toch via videoconferencing enige tijd voor de volgende voor de IPCO. Nee, dat hoeft dan niet in de afsprakenlijst. En uw aanbod om gewoon te kijken of het punt al veel eerder opgelost kan worden via praktische wegen. Oké. Okay. Daarmee hebben we denk ik pagina 4 ook gehad. Ik kijk rond. Ja, er zitten er nog een aantal bijlagen. Iemand over de bijlagen? Nee. Dan feliciteer ik onszelf met de vaststelling van de afsprakenlijst. Vanmiddag tussen 4 en 5 zal die getekend worden, inclusief persconferentie. Maar dan zal ik een aantal van u niet meer zien. Dus nu alvast mijn heel hartelijke dank aan iedereen. Als ik kijk hoe de delegaties zich gedragen hebben, gemanifesteerd hebben, is dat echt ongelooflijk goed gegaan. Aruba bijvoorbeeld, maar ook Nederland, eigenlijk alle vier de delegaties. Daar hebben we andere ervaringen mee. Dank daarvoor. Heel kort doe ik ook nog een andere dank, want we zitten natuurlijk een beetje de tijdsklem. En dat, collega's, ja, dat doet jou geen rechten, Marijke, dat het zo kort is. Ik heb ontzettend goed met jou samengewerkt. Ja, dit gaf zo'n rust en stabiliteit naast me en inhoud. Dat is fantastisch. Daar wil ik jou bijzonder voor danken voor al die jaren voorzitterschap van de commissie en daarmee ook lid van het presidium. Wat je altijd ongelooflijk gedegen, maar vooral met veel passie en inhoud voor de eilanden en de landen hebt gedaan. Jullie zijn gek als je geen gebruik maakt van haar kennis, overigens op enig moment. Maar dat komt later wel, want je gaat weliswaar uit de Eerste Kamer. Maar je bent nog voldoende jong en aangehaakt en gemotiveerd. Om vast in de toekomst nog wel ergens je hart bij de eilanden te kunnen leggen. Dankjewel. Ik wil het daar een heel klein cadeau. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. En het heeft mijn leven bijzonder verrijkt, moet ik zeggen. En de Kamer uit is goed. Dit zal ik wel missen. Dat zal ik echt missen. Maar ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat er gaan meer mensen weg. Dat degenen die opvolgen binnen de kortste keren net zo verslingerd zijn aan het Caribisch deel van het Koninkrijk als ik zelf geraakt ben. Ik wil jullie allemaal ontzettend hartelijk bedanken voor de samenwerking, maar vooral door het feit dat wij aan elkaar aangehaakt zijn op de een of andere manier. Dus niet alleen in negatieve, maar ook in positieve zin. En laten we er vooral voor zorgen dat we contact blijven houden. Ik nodig mijzelf hierbij vast uit voor de borrel op dinsdag
in het volgende IPCO in juni volgend jaar. Daar kom ik gewoon naartoe. En ik heb mijzelf voorgenomen dat ik minstens 1 keer per jaar naar een van de eilanden ga, want ik moet toch een beetje afkicken. Bedankt. We gaan naar de Haringkar. Ja, ik stel voor dat we de jassen pakken, maar niet nadat eerst meneer Bosman het woord heeft. Nee, voorzitter, want er is nogal wat gebeurd en er is ook wat bereikt. En dat is een woord van dank aan onze voorzitter en voorzitters, omdat het in goede baan is geleid. Dat we, de emotie was er weer, de schorsingen waren er weer, maar het resultaat is er ook naar. En ik wil mijn dank uitspreken allereerst aan u als voorzitter, maar aan alle collega's die hier op deze manier invulling hebben gegeven aan de oproep van de voorzitter in het begin. Los het op. En volgens mij hebben we iets opgelost. Dank u wel, voorzitter. René. Ik denk dat ik namens de volledige Arubaanse delegatie, die nog niet helemaal wakker is, spreek. Dank aan allen. Het is, ik zei het gisteren, historisch vergadering. Het is niet alleen vanwege geschillenregeling, maar ook de manier waarop we op zakelijke, gepassioneerde manier, zoals Marijke al zei, de zaak hebben aangepakt. Voorbeeld om zo door te gaan. Ik wil Marijke, die intussen mag ik als vriendin noemen, bedanken. Marijke, je blijft in contact, wij blijven in contact. Dus dit is alleen een IPCO-afscheid, geen persoonlijk afscheid. Jeroen, ook namens ons, bedankt voor de goede leiding. Ik zei het al, een andere IPCO, hij is een Arubaan, dus het komt weer goed. Voor ons allen is het een heel prettige vergadering geweest. En ik wil op goede Arubaanse wijze iedereen bedanken. Ook Maria en Leo, die ons altijd zo goed verzorgen. En de stafleden, mevrouw Lecombe en mevrouw Bruinings-Kamer, bedankt. Wij voelen ons altijd heel goed welkom in Den Haag. En het is bijna gewoond geworden dat ik mensen uit Den Haag welkom heet in Den Haag. Dus dank u wel en tot straks op Sint Maarten. Dank. René. Meneer Wilsou. Kort, mijn dank aan allen. En ik wil, het is verre van mij om mij te bemoeien in de binnenlandse aangelegenheden van Nederland. Maar het zou goed zijn als men erover zou nadenken om Marijke mee te nemen als adviseuse. Dank u wel. Mevrouw Wiskert. Ja, meneer de voorzitter, heel, heel kort. Ik sluit me aan bij alle woorden van dank aan alle personen. Onze dank namens de delegatie van Sint Maarten aan u als voorzitter. Alle delegaties die hier zijn. En natuurlijk aan mevrouw Lindhorst het allerbeste toegewenst. Maar we zien jou op Sint Maarten. En aan alle anderen bedankt voor de medewerking. We hebben inderdaad wat bereikt. Bedankt. Dank. Goed. Het busje staat klaar. Laten we er snel naartoe gaan en een mooie verdere dag maken.